Foutloos betekent de overwinning in deze Grand Prix. Maar ja, één foutje. Dat moet sneller zijn dan die 40-26. Dus helemaal op safe rijden kan hij eigenlijk ook nog niet doen. Ook een groot risico. Een paard met heel veel kwaliteit. Hier neemt hij in ieder geval al iets meer tijd dan Gert-Jan Brugink. Gaat hij omheen. Boxer, die nikt de Brugink zojuist. Oh, ik geloof niet dat dit paard in de problemen gaat komen. Met zoveel macht, zoveel kwaliteit. Nog één hindernis te gaan. En dan weten we of dit de winnaar is. Ja, het is de winnaar. En heel overtuigend ook. De Italiaan Antonio Alfonso. Hij reed zowel in het baasparcours als hier in de barrage. Zonder ook maar in de buurt van het hout te komen. Een zeer verdiende winnaar van deze grote prijs. Het publiek hier in Geesteren, het publiek hier in Twente, had misschien wel stiekem gehoopt op een overwinning van Gert-Jan Brugink. Maar het is de Italiaan Antonio Alfonso die hier overtuigend de grote prijs van Sesi Twente 2018 op naam schrijft. Een spraakmakende grote prijs met slechts twee foutlozen. En uiteindelijk de kampioen uit Italië. Antonio Alfonso, gevolgd door Gert-Jan Brugink. En een derde plaats voor Paul Esterman. Dit was de grote prijs van Sesi Twente. Sesi Twente 2018 zit erop. En hopelijk allemaal tot volgend jaar. En tot ook volgende week. Wanneer Clipmajors alles weer live uitzendt vanaf het CAO in Rotterdam. En voor nu een hele prettige avond. Thank you.